Yo gasten, een hele goede dag allemaal. Arnie en vandaag weer een nieuwe normale commentary met op de achtergrond een gameplay 39 om 1 in Team Deathmatch op Arcaden met de UMP 45 en ik haal natuurlijk een Moab. En deze gameplay is echt zo'n typische gameplay waar ik van tevoren in de lobby al zei van holy shit, see the enemies. Hier kan ik makkelijk een lekkere gameplay tegenhalen en ik dacht serieus in mijn hoofd, hier kan ik wel eens bijvoorbeeld 40 op 0 een hele mooie score neergezet. En ik dacht serieus, 40 op 0 zou echt een superscore zijn. Ik wist niet zeker of ik hem zou gaan halen, maar ik dacht 40-0, dat zou best wel nice zijn. En ik speel uiteindelijk 39 om 1. En ik ga echt op een kut manier dood, maar goed. Ja, dat doet er niet toe. In ieder geval lekkere gameplay op de achtergrond. En ik dacht, ik doe weer eens een keertje een ouderwetse update video. Want een update video, ja trouwens, kijk, dit is de death. Kijk hoe die schiet. Hij raakt mij echt met... Hier, ik snap dat niet. Of hij lagde echt enorm of zo, of what the fuck. Maar goed, het zal wel. Maar ik dacht, ik doe weer eens een ouderwetse update video over wat nou de komende tijd gaat gebeuren met mijn kanaal en zo. Want zoals jullie allemaal vast wel weten, ga ik studeren uiteindelijk. Komend jaar, dat is over 2 weken begint het al, ga ik journalistiek studeren. En dan zal ik dus gewoon veel minder tijd hebben om te gamen en ja, om video's te maken en zo. Hoe jammer het ook is. Ik bedoel, ik zou graag video's voor jullie blijven maken. En dat zal ik ook blijven doen, begrijp me niet verkeerd. Ik zal het blijven doen, maar ik zal er veel minder tijd voor hebben om het te doen. En waarschijnlijk, zoals het er nu naar uitziet, tenminste ik probeer dagelijks te uploaden, maar ik kan dat niet beloven. Ik bedoel, ik heb sinds afgelopen oktober heb ik dagelijks geüpload en dat doe ik echt met plezier en zo. En dat merken jullie natuurlijk ook wel in de video's. En dat doe ik zeker met plezier, alleen ik kan niks beloven. Ik bedoel, ik zal proberen om dagelijks een video te blijven uploaden, maar ik weet gewoon niet of dat lukt. Want ik weet niet hoeveel tijd ik kwijt ben aan mijn studie. Ik weet niet hoeveel tijd ik überhaupt heb om te spelen. En ja, ik weet dus niet of ik überhaupt wel gameplay kan halen. En als ik dan ga uploaden, dan zal het wat vaker live zijn en zo. En dat is gewoon zonde. Maar ik moet gewoon tijd in mijn studie steken. En studie is voor mij momenteel even belangrijker dan YouTube. Ik bedoel, YouTube doe ik nog steeds met plezier en zo. Maar real life gaat gewoon voor. En dat is dus ook journalistiek studeren. Dus ja, dat kunnen jullie in ieder geval verwachten voor de komende tijd. Ik kan dus niet beloven of ik dagelijks blijf uploaden als ik weer ga studeren. Ik zal het wel proberen nogmaals. Sowieso met Call of Duty Ghosts, als die uitkomt, zal ik proberen dagelijks te blijven uploaden voor een hele lange tijd. Omdat ik dan wel verwacht dat ik gameplay kan halen als ik Call of Duty Ghosts speel. Omdat ik, dan ben ik niet zo veel eisend van mezelf, laat me zeggen. Want ik ben in mijn gameplays ben ik nogal veel eisend. Ik wil, laat me zeggen, een bepaald KD halen. Tenminste, voor mezelf staat dat niet echt vast wat voor KD ik wil halen. Maar ik wil gewoon een goede score neerzetten. Zoals nu 39 om 1. Dat is wel echt bovengemiddeld voor mij. Maar ik wil gewoon echt scores met 4 KD of zo. En veel kills in de gameplay. En gewoon rushend en zo. Dat wil ik gewoon neerzetten. En liefst ook een mob en zo. En allemaal zulke dingen wil ik gewoon neerzetten. Maar aan het begin van de game ben ik gewoon wat, wat minder veel eisend van mezelf. En natuurlijk ook live dingen, dan kan ik het niet eisen van wat voor score ik haal en zo. Dus dan zul je gewoon zien wat voor score ik haal. Maar daar ben ik gewoon minder veel eisend. Maar dat kunnen jullie in ieder geval verwachten voor als ik weer ga studeren. En morgen, terwijl ik nu trouwens de mope binnen heb, echt een redelijk snelle mope voor mij. Ik heb niet geteld hoe snel die is, maar volgens mij best wel redelijk snel als ik het zo terugkrijg. Ik zal meteen even kijken hoe snel die is, maar volgens mij is het wel redelijk snel. Maar morgen, dan wordt mijn verstandkies getrokken. Want mijn verstandkies, tenminste bij heel veel mensen moeten de verstandkiezen getrokken worden. En dit wordt mijn eerste verstandkies die getrokken wordt. En dat is omdat die scheef groeit. Laat me zeggen, mijn tanden die staan allemaal rechtop natuurlijk. En mijn verstandkies die staat daar scheef tegenaan. En als dat zo blijft, dan blijft die scheef groeien en dat is natuurlijk nooit goed. Dus die moet eruit getrokken worden. Dus ik weet niet hoe mijn conditie morgen is qua commentaten. Hoe ik morgen überhaupt de commentary kan opnemen. Of ik normaal kan praten. Of ik normaal kan eten. Ik heb al vla en zo ingeslagen. Zodat ik gewoon lekker dat allemaal kan eten. Want ik weet niet zeker of ik überhaupt normaal kan kauwen als mijn verstandkies getrokken is. Is wel zonde, want morgen gaan we barbecue. Dus dan kan ik niet mee barbecuen. Ik hoop natuurlijk van wel dat ik mee kan barbecuen. Alleen ik weet niet hoe het ervoor staat qua... qua mijn tanden en zo en hoe pijn het allemaal doet en zo en hoe normaal ik kan eten en praten en zo. Maar goed, dat zullen we morgen allemaal wel zien. Ik zal zometeen in ieder geval nog gewoon een normale commentary opnemen voor morgen in ieder geval. Voor als ik er niet ben, voor stel ik kan geen commentary inspreken. Dus dat kunnen jullie in ieder geval verwachten voor morgen en voor als ik weer ga studeren. Maar goed jongens, dit was het alweer. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik heb nogmaals geen idee hoe snel eigenlijk deze streak was. En ik had mijn kill al gemaakt, mijn final kill, en voordat überhaupt de mob afging, dat was best wel jammer, maar goed, hij ging toch af.
Maar ja, dit was het, jongens. Laat even groen uitpachten als jullie ervan genoten hebben. Dan zeg ik, jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En ajus. En laat even in de reacties achter hoe snel deze mop was als jullie mee willen tellen. Want ik weet nog steeds niet hoe snel die nou was. Maar goed, jongens, dit was het. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En ajus.